Blijft de deal de deal of hebben we, over, hebben we volgende week weer een andere deal? Nee, de deal blijft de deal. Ja. En ik heb ook alle partijen, ondanks dat ieder zijn eigen accenten benadrukt en ieder uh, andere dingen misschien wat minder vertelt en andere dingen wat meer, uh, heb ik iedere partij horen zeggen dat ze de, deze deal dragen en dat ze daarachter blijven staan. Intussen zijn de ogen gericht op 1 oktober. Dat is vandaag over precies een maand. We leven 1 september tenslotte. 1 mm -hmm. oktober moet er een structurele oplossing zijn. Met andere woorden, het akkoord zoals het er nu ligt, is tijdelijk voor een paar weken. En daarna moeten er extra stappen worden gezet. Wat wilt u van het kabinet zien op 1 oktober? Nou, ik wil in ieder geval zien dat er uh, een beeld is hoe we de instroom onder controle houden. Dus ook we gaan de komende tijd natuurlijk zien wat het huidige pakket wat dat teweeg brengt. Maar we hebben ook gemerkt dat als de instroom zo hoog blijft zoals die is. Dat, het dan gewoon met allen, dat we dat dan gewoon met z'n allen niet aan kunnen. Dus? Uh, en het tweede is dat als het gaat om de opvang, daar hebben we nu met allerlei uh, noodmaatregelen en ook met gemeenten die daarvoor zorgen. Hebben op korte termijn hebben we die oplossing. Ja. Uh, maar daar zullen ook meer structurele afspraken over moeten worden gemaakt. Ja. Daar ligt een, al eigenlijk jarenlang een agenda voor klaar. Mm. Uh, met meer flexibele opvang. Mm. Ja, en dat zal meer invulling moeten krijgen, ook structureel. Ja.